Zo, dit was de laatste handtekening. Ik heb helemaal een lamme hand van het schrijven. Er zijn twee pennen doorheen gegaan, maar de klus zit erop. Al jullie cijferlijsten en diploma's zijn getekend. Ja, beste aanwezigen, ik zal me eerst even voorstellen. Mijn naam is Lucien Kester en sinds oktober ben ik waarnemend locatiedirecteur van het Gres College. En aan mij de eer om jullie nu te feliciteren met jullie diploma. Ik heb altijd speciale felicitaties voor de moeders, omdat die veel meer stress gehad hebben dan de kandidaten zelf. Dat zullen jullie ongetwijfeld herkennen. En tegen de moeders wil ik zeggen dat als jullie nu denken dat de stress voorbij is, dan moet ik jullie teleurstellen, want na deze stress komt weer nieuwe stress. Ja, jullie hebben nu zometeen een heel mooi VMBO-diploma in handen. En dat is super, super waardevol. Want we zien steeds meer om ons heen dat onze maatschappij zit te wachten op doeners. Mensen die creatief zijn. En wat dat betreft ligt dus nu de wereld aan jullie voeten. En ik hoop echt van harte dat het Gres College, daar een goede, waardevolle bijdrage aan geleverd heeft. Voor mij is dat heel erg belangrijk, want ik heb twee linkerhanden. Dus wanneer er iets moet gebeuren in mijn huis, dan heb ik mensen nodig die vakman of vakvrouw zijn en die dat voor mij in orde kunnen maken. Ja, jullie hebben eigenlijk wel een beetje pech gehad. En een beetje is misschien te weinig. Want toen jullie brugklassen waren, als ik het goed heb berekend, begon de coronaperiode met heel veel gedoe, online onderwijs. En jullie hebben eigenlijk nooit een mooie, fijne start gehad in het onderwijs. En vandaar kan ik alleen maar zeggen dat ik heel veel waardering heb voor het feit dat jullie hier nu zitten. Dat de klus geklaard is. En ja, nogmaals, het is jullie niet makkelijk gemaakt de afgelopen jaren. Dus ik wens jullie een hele mooie toekomst en een fijne tijd in het MBO, wat jullie ook gaan doen hierna. En ja, het is een klein wereldje. Ik hoop dat jullie het Gres College nog eens zullen aandoen. Of anders gezellig eens een keer in de Gresbuurt plaatsnemen voor een drankje en een hapje. En dat je dan de oude leraren weer tegenkomt. Het gaat jullie goed. Veel succes naar de toekomst toe.